Wij gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in een tweetal Bijbelgedeelten. De eerste plaats in het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 16. En daarna in het Evangelie naar Matteüs in hoofdstuk 5. Het laatste Bijbelgedeelte zal vanavond in het middelpunt staan. Een stukje uit de bergrede, waarin de Heer Jezus de woorden van de geboden die door Mozes gegeven zijn aanscherpt en actualiseert in de situatie van dat moment. Spreuken 16 is de eerste lezing. We zingen daarna uit gezang 463. Een gezang dat naar de situatie van de bergrede geschreven is. We zingen na de eerste lezing vers 1 en 2. En na de tweede lezing de versen 3, 4 en 5 uit gezang 463. In de eerste plaats uit Spreuken 16. Het zal gaan over verzoening. En in het Spreukenboek, in het 16e hoofdstuk, loopt de pericoop die we lezen uit op woorden over verzoening. Spreuken 16, de eerste 7 versen. We horen daar het heilig woord van God. Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heere. Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de geesten. Vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Al wie hooghartig is, is voor de Heere een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend. Dat zijn heel diepe en geladen woorden. Eigenlijk staan ze ook wel haaks op wat wij in het leven van alle dag gewend zijn. Maar ze zijn het overdenken waard. Door goedertierenheid en trouw, daardoor wordt een misdaad verzoend. En door de vreze des Heren keert men zich af van het kwade. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Hier eindigt de eerste schriftlezing.
Uit het evangelie naar Matteüs, een gedeelte uit de bergrede, hoofdstuk 5, vanaf vers 17 tot en met 26. En daar luidt het heilige evangelie. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En dan komt het Bijbelgedeelte dat de tekst is voor de preek vanavond. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant, de laatste cent, betaald hebt. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja.
gezang 481, vers 1 en 2. Gemeente, zingen we straks na het amen van de preek als ons antwoord op de woordverkondiging. Gezang 481, vers 1 en 2. Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Die vlammende woorden, gemeente, schreef de jonge Dietrich Bonhoeffer aan het begin van zijn boek Navolging. Een boek dat gaat over de uitleg van de bergrede. Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Dat boek verscheen in 1937, de tijd van het nationaal socialisme in Duitsland met alle verschrikkingen daarvan. Bonhoeffer had al heel vroeg de demonie van de nationaal socialistische ideologie profetisch onderkend en hij had er stelling tegen genomen. Hij zag hoe de Duitse kerk zich overgaf aan het nazisme en hoe de kerk daarmee haar wezen verloochende. Het is voor ons bijna onvoorstelbaar als je foto's ziet van de zogenaamde Bruine Synode in 1933. En je ziet de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders achter de synodetafel zitten, voor een deel in uniform. En daarachter wapperen in de vergaderzaal de vlaggen met de hakenkruisen. Dat is onvoorstelbaar. Maar Bonhoeffer voelde met zijn scherpe geest al heel vroeg hoe gevaarlijk dit was. En hij zei: een geloof dat misschien wel een vroom innerlijk gevoel is, maar dat geen consequenties heeft voor de praktijk van ons leven, dat is geen geloof. In ieder geval geen geloof in het voetspoor van Christus. Als je Christus volgt, gaat het vroeg of laat schuren en botsen. Maar een geloof dat niks kost, dat alles bij het oude laat en dat ook ons eigen leven ongemoeid laat, dat is een waardeloos geloof. Niet voor niets is de titel van de Engelse vertaling van het boek van Bonhoeffer Navolging: The Cost of Discipleship. De kost, de prijs, de dure prijs van discipelschap. Want het kost wat. En waar het op aankomt, dat is op een keuze voor of tegen Christus in de werkelijkheid van alle dag. Dat kun je daar niet los van zien. Het is opvallend, gemeente, dat in zulke situaties waarin het erop aankwam, de bergrede vaak een belangrijke rol gespeeld heeft. Zoals in andere tijden en andere situaties de Romeinenbrief dat ook deed. Maar in situaties als deze de bergrede. En Bonhoeffers boek Navolging is eigenlijk niet anders dan een uitleg van de bergrede. Dat weerbarstige Bijbelgedeelte dat wij nooit helemaal in onze vingers krijgen. En als we wel denken dat we het in onze vingers hebben, blijkt meestal al heel snel dat we ons ermee in de vingers snijden. Weerbarstig. Want wie zou nou ooit verzinnen, zoals het in de zaligsprekingen staat bij de opening van de bergrede: zalig zijn de armen. In plaats van: je bent pas gelukkig als je schatrijk bent. Of: zalig zijn de zachtmoedigen. In plaats van:
Glorie voor de machthebbers die met hun vuist op tafel slaan. Zalig zijn de vervolgden. In plaats van je boft als je bij de winnende partij hoort. Het zijn woorden die de wereld compleet op zijn kop zetten. En dat was ook precies zo in de tijd waarin Bonhoeffer leefde. Kort geleden las ik nog weer een biografie van hem, opnieuw. Waarin beschreven werd hoe het levensgevoel was en wat door de machthebbers van dat moment aan de mensen werd voorgespiegeld. En dan merk je dat alle evangelische waarden waar de kerk voor stond oorspronkelijk, liefde, geduld, ontferming, zachtmoedigheid, dat dat waarden waren die veracht werden, werkelijk veracht. Dat was een zaak voor slappelingen. En wat aanbeden werd, dat was geweld. Dood en verderf zaaien. Bloed en bodem. Macht, maar ook dood en vernietiging. Dus echt zo onvoorstelbaar. En Bonhoeffer voelde, het komt erop aan. Als geloven meer is dan een soort algemeen gevoel van fatsoen en meelopen met de meerderheid. Als het meer is dan dat. Als het erom gaat dat wij Christus volgen, zoals hij in de bergrede tot ons spreekt. Dan vraagt het om de keuze om ook echt concreet in zijn spoor te gaan. En in datzelfde boek schrijft hij op een gegeven moment: alleen wie gehoorzaam is, gelooft. Het was een gehoorzaamheid die hem zelf uiteindelijk het leven kostte. Een paar weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij vermoord in het concentratiekamp Flossenbürg. Vandaag, gemeente, lezen wij uit diezelfde bergrede. We doen dat in een totaal andere setting natuurlijk dan 70, 80 jaar geleden. Maar zo'n boek als van Bonhoeffer, dat schudt je wel wakker. En dat laat je voelen dat je de bergrede niet kunt lezen als een vrijblijvend tijdverdrijf. Het zou wel eens kunnen dat die vrijblijvendheid ons als kerk behoorlijk opgebroken is. Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk, schreef Bonhoeffer. Mensen buiten de kerk zien niets aantrekkelijks in een geloof dat kleurloos is. En dat komt op ons af. Want het stelt je natuurlijk ook voor de vraag, ja, maar wie zijn wij zelf dan eigenlijk? En wat wil Christus ons vandaag zeggen? En waar roept hij ons concreet toe op? Wat is de weg achter hem? Wel, wij doen vanavond niks anders, gemeente, dan heel eenvoudig de woorden uit dit Bijbelgedeelte op ons af laten komen. Wat is er gebeurd? De mensen zijn massaal op Christus afgekomen. Je kunt er jaloers op worden. Je denkt soms, hoe zat dat nou toch? Dat dat gebeurde en dat het nu niet meer gebeurt. En hij neemt het woord. De mensen zijn op hem afgekomen, maar hij beloont ze niet met een aai over hun bol, maar met een boodschap die alles overhoop haalt en die iedere vrijblijvendheid onmogelijk maakt. Want het is ook nog eens behoorlijk gevaarlijk om naar de woorden van Christus te luisteren. Hij spreekt. De zaligsprekingen. Dan die bekende woorden over de gemeente als een stad op een berg. Als het zout van de aarde, als een licht op de kandelaar.
Hij spreekt: je moet niet denken dat ik gekomen ben om de geboden van God af te schaffen en dat ik iets nieuws breng in de zin van dat je daar niet meer mee te maken hebt. Integendeel, ze komen nu tot hun vervulling. Dat betekent: het diepste van de geboden gaat nu openbaar komen. Het komt nu tot zijn volle gelding, tot zijn volle betekenis. Het wordt helemaal vol, helemaal vervuld. En dan hoor je de radicalisering van de wetten van Mozes over doodslag en overspel, over de eed en over de vergelding, over liefde voor je vijand. Vanavond gaat het nogmaals maar over een heel klein stukje daarvan, over dat ene gebod: u zult niet doden. En Jezus zegt: vergis je nou niet, dat gaat niet alleen over feitelijke moord en doodslag. Als je denkt, dat heb ik toch nooit gedaan. En dat zou ik ook nooit kunnen doen. Dus ja, wat heb ik eigenlijk voor boodschap aan dit gebod? Dan vergis je je. Christus spreekt: maar ik zeg u. En met dat maar bedoelt hij niet: nu gaat er iets totaal anders komen. Maar hij bedoelt te zeggen: luister goed. Wat God ooit gegeven heeft in dat gebod: je zult niet doden. Ja, dat gaat nu tot zijn volle betekenis komen. De diepste zin van dit gebod gaat open. En dan volgen er een paar concrete voorbeelden. Eerst negatief, over wat je niet moet doen als consequentie van dit gebod, wat je moet vermijden. Jezus zegt: stel dat je boos bent op je broeder of je zuster natuurlijk, ten onrechte. Er is sprake van dat je in woede uitgebarsten bent. Maar het is een onrechtvaardige boosheid. Want kijk, er is natuurlijk ook een rechtvaardige boosheid. De Bijbel zegt echt niet zonder meer dat je nooit boos mag worden. God is ook boos. En je zult hem toch niet van zonde betichten. Jezus is soms ontzettend kwaad geweest. Er zijn passages in het evangelie, gemeente, er is er eentje die er heel erg uitspringt, waar ons verteld wordt dat Jezus werkelijk razend werd. Dat hij buiten zichzelf raakte van woede. Dus het felste woord over woede dat er ergens in het evangelie staat, in Marcus evangelie. Weet u welke situatie dat was? Toen de mensen de kinderen tegenhielden om naar Jezus toe te komen. Is de Heer Jezus ongelooflijk boos geweest. Nou, het gaat over het soort situaties waarin je ten onrechte boos bent op je zuster of je broeder. En als je dat doet, zegt de Heer Jezus, ben je schuldig voor de plaatselijke rechtbank. Dus het gaat verder dan alleen letterlijke doodslag. Maar dan komt er nog een andere situatie. Stel dat je naar je broeder of je zuster roept, raka, Aramese term, Aramees scheldwoordje, dat zoiets betekent als sukkel, leeghoofd, niks nut. Is het soort scheldwoorden, gemeente, die ontzettend lelijk kunnen zijn en heel diep kunnen wonden. Dat betekent zoiets als: je hoeft jou niet serieus te nemen. En de Heer Jezus zegt: als je dat doet, dan ben je schuldig voor het Sanhedrin. Voor de hogere rechtbank dus, in Jeruzalem. Gaat een stap verder dan de plaatselijke rechtbank. Of nog een situatie. Als je tegen elkaar roept: dwaas, jij bent gek. En je geeft een ander het gevoel dat hij niet meetelt. Dat hij ongelooflijk dom is. Dat je hem uitlacht. Heel venijnig iets. Ik hoorde vorige week een verhaal over iemand die als jong kind in een bepaald groepje mensen heel vaak uitgelachen was. En eigenlijk deed niemand er wat aan. Ook niet degene die leiding gaf aan dat clubje.
steeds maar weer uitgelachen worden. Dat heeft zo beschadigend gewerkt. En je moet nooit denken van, ah, nou ja, dat zijn alleen maar woorden, dus ja, ach, woorden. Zo erg is dat nou ook weer niet, dat moet je niet al te serieus nemen. Ook, dat is alweer jaren geleden, sprak ik eens met een vrouw, die was inmiddels in de 70. En ze vertelde dat haar moeder in een vlaag van woede een keer naar haar geroepen had, duivel. Kun je ook bijna niet voorstellen natuurlijk, maar goed. Het was voorgekomen. En ze zei, dat is mijn leven lang met me meegegaan. En op de meest ongelukkige momenten, dan kwam dat ineens weer terug. Een ander het gevoel geven dat hij dwaas is, dat hij niet meetelt, dat hij gek is. Ja, je ontrooft iemand natuurlijk van zijn of haar eer. En er kunnen allerlei motieven in meespelen. Ook gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, mensen die daar soms heel goed in zijn om verbaal een ander eens even neer te zetten. Zijn meestal bezig om hun eigen zelfbeeld te compenseren, negatieve zelfbeeld. Want anders heb je het natuurlijk niet nodig om een ander te kleineren. Maar de Heer Jezus is er heel scherp in. Want hij zegt hierover, als je tegen een ander roept, dwaas, dan wacht het helse vuur je. Dan komt er een hogere rechtbank in beeld dan alleen de aardse rechtbank. Zo krachtig neemt God het op voor wie veracht wordt. God laat zich niet scheiden van jouw broeder of zuster. God wil niet door jou geëerd worden als jij tegelijkertijd je broeder en je zuster niet eert. Nou, dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt over dit gebod. Kom u heel dichtbij. Maar dan ook het andere, ook het positieve. Van waar word ik nou wel toegeroepen? Wat moet ik niet doen? Maar waar word ik wel toegeroepen? Waar gaat het nou om? Nou, dan zegt de Heer Jezus niet tegen ons, je moet volmaakt zijn in deze zin, dat je natuurlijk nooit met je broeder of je zuster overhoop moet liggen en er mag nooit iets tussen komen, enzovoorts, enzovoorts. Dat zou in deze gebroken werkelijkheid ook helemaal niet reëel zijn. In de woorden van de Heer Jezus klinkt altijd door dat wij leven in een situatie waarin het koninkrijk nog niet is aangebroken. Wij leven in de gebroken werkelijkheid van alle dag, waarin die dingen voorkomen. Maar dan komt het dus ook voor. En dan vertelt de Heer Jezus ook over twee situaties waarin dat gebeurt. Hij zegt in de eerste plaats, denk je in, je bent bezig om je gave op het altaar te offeren. Voor ons, in onze situatie, zou je misschien zoiets moeten zeggen als, je gaat aan het avondmaal. Je bent bezig bij het altaar en wat gebeurt er? Ter plekke herinner je je dat je broeder of je zuster iets tegen je heeft. Ja, hoe gaat dat? Inderdaad, er zijn van die dingen, ach, het leven gaat verder en het zakt weg en je denkt er niet zo vaak meer aan. En dan ineens dan is er zoiets als, je bent bij het altaar, je gaat naar het avondmaal en daar komt het je te binnen. En ja, wat je broeder of je zuster tegen je heeft, dat is niet zomaar de een of andere wilde beschuldiging, maar de situatie slaat erop dat je zelf iets verkeerd gedaan hebt tegenover die ander. En de rekening is niet vereffend. Je bent er nooit op teruggekomen, je hebt geen schuld beleden, je hebt niet om vergeving gevraagd, het is niet rechtgemaakt. Meestal voel je wel in je hart dat het niet helemaal goed zit. Meestal druk je het ook weer weg. Maar dan ineens is er dus deze situatie, zegt Christus. Je voelt in je hart, er zit wat, het deugt zo niet. En daarom heeft je broeder of je zuster ook terecht iets tegen je. Jezus zegt, laat je gaven op het altaar. En ga je eerst verzoenen
met je broeder. Ga vergeving vragen. Wees bereid om vergeving te ontvangen. Want God wil oprechtheid en verzoening. En alsjeblieft, gebruik het altaar nooit als een bliksemafleider. Ga naar je broeder of je zuster toe. Ik preekte vanmorgen, gemeente, ergens waar ik precies dezelfde preek gehouden heb. En waar ik ook precies hetzelfde gezegd heb als wat ik nu zeg. Na afloop van de dienst kwam er iemand naar me toe en die zegt: dominee, ik hoorde dat. En ik realiseer me, er zit hier iemand in de kerk met wie ik overhoop lig. Dat is niet goed. Hij zegt, ik kon ook echt niet verder. Ik voelde, nu wordt het van je gevraagd. En ik heb het overwonnen bij mezelf. Ik ben naar hem toegegaan en ik heb om vergeving gevraagd. Ik kon anders niet verder. Hij vertelde me dat verhaal, liep daarna weg. Even later komt, zonder dat ik wist natuurlijk wie dat precies was, komt die ander naar me toe. Hij zegt, dominee, ik wil even iets zeggen over de preek van vanmorgen en wat er gebeurde na de dienst. En die man die kon zich niet goed houden. Ik ben er zo ontzettend dankbaar voor dat dat gebeurde. Wij zitten er vaak ook zo tegenaan te hikken. Tegen dit soort dingen, gemeente. Want ja, we willen onszelf niet verliezen. En we zijn bang dat we onszelf kwijtraken. Of dat we ons gezicht verliezen. Of zitten we allemaal mee met precies dezelfde dingen. Jezus zegt, laat je gave daar op het altaar. Ga naar je broeder. Dat is de eerste. Tweede situatie is, hij zegt, je hebt een tegenpartij. Ja, dat kan echt zware vijandschap zijn. Misschien is het ook gewoon een verschil van inzicht ergens over. In ieder geval, je ligt met elkaar overhoop. De Heer Jezus doet geen uitspraak over de reden van die partijschap. Dat laat hij in het midden. Was jij fout? Was de ander fout? Wel, zegt de Heer Jezus, je hebt een tegenpartij. En stel je zo snel mogelijk welwillend op tegenover je tegenpartij. Welwillend. Er staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord dat zoiets betekent als: heb goede gedachten over de ander. Nou, je herkent allemaal ook wel het soort situaties dat je in je verhouding met iemand, ja, verwijdering krijgt. Dat je karikaturen gaat tekenen. Dat het steeds lastiger wordt om nog iets goeds van die ander te vinden. En op het laatst lukt het gewoon niet meer om goede gedachten over die ander te hebben. Je denkt, ja, die moet nou maar eens laten zien dat hij beter wil. Of dat hij ook tot ander gedrag in staat is. Of wat de Heer Jezus zegt. Je hebt een tegenpartij. We praten helemaal nog niet over wat zit er allemaal achter enzovoorts. Maar het eerste is, heb goede gedachten over de ander. Misschien zit je wel te wachten op de bekering van die ander. Maar zou het kunnen zijn dat jij zelf de eerste bent die een ommekeer nodig heeft? Heb goede gedachten. En dan brengt Christus iets ter sprake, gemeente, dat doorslaggevend moet zijn. Hij zegt, want je bent samen onderweg. En daar bedoelt hij niet alleen mee van, je loopt een eentje samen op of je komt elkaar tegen op straat en dan wandel je een eentje met elkaar enzovoorts. Nee, hij bedoelt, het gaat over je levensweg. En je leven, dat is op weg zijn naar de dag van het koninkrijk. Heel Jezus' prediking is van die overtuiging doortrokken. Je bent op weg naar het koninkrijk. Samen onderweg. En dan moet je eens eerlijk zeggen. Hoe denk je je dat nou precies in? Als je ruziend je weg gaat. Als je ruziend verder gaat.
En je komt uiteindelijk ook ruziend uit bij de poort van het koninkrijk. Denk je nou dat je dan samen ruziend naar binnen kunt gaan? Zou je denken? Hoe zie je dat voor je tussen jou en je tegenpartij? Je bent op dit moment zo zeker van je zaak. Maar mag ik vragen, voor de rechterstoel van God, zal het daar ook stand houden? Je hebt nu misschien 1000 woorden en 1000 argumenten om te zeggen, ja, maar dat zit toch zo en zo in elkaar? Dat snapt toch iedereen? Maar als God het je zometeen vraagt, als die vraagt, waar zijn je goede gedachten over die ander? Heb je dan nog iets te zeggen? Wil je het erop laten komen dat je tegenpartij je straks misschien zal overleveren aan de rechter? Dat je de gevangenis ingaat en dat je er pas uit zult komen als je zelf de laatste penning betaald hebt. Te laat dus. Alsjeblieft, zegt de Heer Jezus. Zolang je nog samen onderweg bent naar het koninkrijk, kun je dat voorkomen. Zet de stap en zorg dat je straks bij de poort van het koninkrijk aankomt in vrede met elkaar. Gemeente, zo staan de woorden van Christus vandaag hemelhoog voor ons. Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk, schreef Bonhoeffer. Het zal ons nooit lukken om de woorden van Christus aan onze kant te krijgen en een ander daarmee om de oren te slaan. Het zal ons niet lukken in de kerk. Het zal ons niet lukken in de politiek. Niet in de onderneming, niet in de samenleving, niet in de maatschappelijke organisatie, niet in de familie, niet in ons gezin, niet in ons huwelijk. Het zal ons nooit lukken. De woorden van Christus zul je altijd tegenover je vinden. En jij zult de woorden van Christus niet lezen, maar ze zullen jou lezen. Ze zullen je de voet dwars zetten. Ze zullen je ongelukkig uitkomen. Ze zullen je onrustig maken. En je voelt direct, deze woorden serieus nemen betekent Christus zelf volgen. Over een smalle weg, want dat is het. Het is geen brede weg, het is een smalle weg. Door een nauw poortje, er kan niet zoveel doorheen. Het zal betekenen hem volgen. Niet op de weg van de glorie, maar de weg van het kruis. Apart is dat eigenlijk, gemeente. Want dit soort woorden zou je soms van je af willen slaan. We denken, ik wil hier niet mee geconfronteerd worden. En toch zal het je nooit lukken om ze zo bij te veilen dat ze ongevaarlijk worden. Ze zijn je altijd weer te sterk. En dat is het frappante, ze worden toch ook nooit moederig. Zo in de zin van, ga maar eens een prestatie leveren. Tegelijkertijd zijn ze altijd bevrijdend. En dat merk je als je ze volgt. Christus volgen betekent altijd een bevrijding. Altijd heeft Christus dat gedaan als hij mensen ontmoette. Hij zorgde voor ruimte. Nooit heeft hij mensen op zichzelf teruggeworpen in de sfeer van zoek het zelf maar uit. En dat is zo'n aparte paradox. Dat de woorden van Christus je altijd jezelf kosten. Echt. Je ontkomt er niet aan. Ze kosten je jezelf. En toch zetten ze je in de vrijheid. Hij komt met een tweesnijdend scherp zwaard. En hij heelt je. Waar het op aankomt, is niet dat wij een ding doen. Dat we een mooi programma ontwerpen. Waar het op aankomt, is dat we Christus zelf volgen.
Wij houden op gemeente de genade goedkoop te maken als we zien dat die genade duur betaald is. Met de hoogste prijs. Een ander had zijn leven voor ons over. En daarmee zijn we bij de kern van het evangelie. Bij de kern van kerk zijn, van christen zijn, van geloven. Er is geen woord in de Bijbel dat los verkrijgbaar is van deze ontzagwekkende werkelijkheid. Een ander had zijn leven voor je over. Voor jou. Alleen wie gehoorzaam is, gelooft, schrijft Bonhoeffer. En ook alleen wie gelooft, gehoorzaamt echt. Maar dat is geen nieuwe wet. Integendeel. Je wordt teruggebracht bij het hart van het evangelie. En dat is de kern waar het vandaag, net als altijd, om draait. Christus alleen. Hierom is er een kerk. Hierom hebben wij ook de wereld op het oog. Hierom draait het dat er plekken in deze wereld zijn waar verkondigd wordt. Iemand heeft gezegd: ik geef mijn leven voor jou. Amen.